bekende arts en tegelijkertijd een amateur paleontoloog Charles Dawson had in het jaar 1912 in Engeland in een put in de buurt van Piltdown een kaakpot en een deel van een schedel gevonden. Hoewel de kaak bij een soortgelijke van een aap was, leken de tanden en de schedel op die van een mens. Deze specimens kreeg de naam Piltdownman, vermeende tot 500.000 jaar geschiedenis en werd als een absolute bewijs van de menselijke evolutie in diverse musea tentoongesteld. Kenneth Ockleven van de paleontologieafdeling van het British Museum wilde door middel van een nieuwe methode, de fluortesting, het vaststellen van de leeftijd op enkele oude fossielen uitproberen. Met deze methode werd een proef gedaan op het fossiel van de Piltdownmens. Het resultaat was zeer verrassend. Tijdens de test bleek dat de kaakbeen van de Piltdownmens geen fluor bevatte. Dit liet zien dat dit kaakbeen niet meer dan enkele jaren onder de grond begraven was. De schedel die een kleine hoeveelheid fluor bevatte, zal slechts een paar duizend jaar oud zijn. De chronologische studies die met de fluormethode werden gemaakt, liet blijken dat de schedel slechts een paar duizend jaar oud was. Het bleek dat de tanden in het kaakpot kunstmatig waren uitgehold. De primitieve gereedschappen naast de fossielen bleek gesneden imitaties te zijn van stalen werktuigen.